Joan Fleming startte dinsdag 16 april met zijn rondje van de koningin. Met het speciale fietscafé waar plaats is voor 12 personen, bezoekt het gezelschap plekken die een bijzondere relatie hebben met de koningin en de koninklijke familie. Ja, het eerste rondje van de koningin was echt een ongelooflijk succes, waar we ongelooflijk veel rondjes weg kunnen geven. Maar wat mooi was, dat we ook een dame van 101 uh, uh, geïnterviewd hebben die uh, alle koninginnen heeft meegemaakt van uh, Wilhelmina, uh, Juliana. En Beatrix. We hebben zelfs de, de man gesproken. en het bedrijf die de bloemen levert voor de Grote Kerk. En nog een meisje wat persoonlijk voor de koningin gezongen heeft. En heel veel van die verhalen hebben we kunnen opschrijven, eh, kunnen filmen. En het was echt één succes. En we gaan vrijdag door, maar dan in Barneveld. Maar de grootste Oranje-fan van Nederland heeft veel meer aan zijn hoofd. Johan is in grote voorbereidingen in Husse. Daar werkt hij momenteel hard aan het Huis van Oranje. Ja, hier ben ik dag en nacht bezig, hier achter in het, in het huis. We moeten nog het, de café afmaken, het Oranje Café, de Maxima Winkel... en alle kamers voor Beatrix, voor Willem-Alexander, voor Maxima. Maar het is heel veel werk, maar we werken de hele nacht door. Met het Huis van Oranje staat Johan internationaal in de belangstelling. De Duitse WDR, ARD, ZDF, de Franse televisie en de Belgen maken werk van Flemix. Ook een Nederlandse omroep waarvan je de samenwerking niet zou verwachten... De E.O. is op dit moment bezig met een soap rondom Flemix. Ja, het is wel heel grappig, eh, want achter de camera stuurt nu weer de evangelische omroep die een soapserie over mij maakt. Het is dus wel heel bijzonder om dit mee te maken, om dan een keer voor twee camera's te staan. Het is wel heel iets anders. Binnenkort openen de deuren van dit museum. Johan is al sinds 1996 dagelijks bezig met het Koningshuis. En hij heeft ook veel verzameld in die jaren. Boeken, bordjes, bekers, vazen, jurkjes, noem maar op. Een echte tentoonstelling in onder meer een Beatrix-kamer en een Juliana-kamer. En ja, zelfs een Maxima-supermarkt zullen verrijzen in dit huis binnenveld. Ja, het is best wel veel werk om alles nog in te richten. Maar we hebben, ik denk, toch wel een van de grootste privé-verzamelingen in Nederland. 10.800 boeken, maar die moeten allemaal nog uitgezocht worden. Maar we zijn nu snel alles aan het schilderen om als eerste te starten met de Maxima-supermarkt. En geloof maar, volgens mij hebben we ook echt de meeste Maxima-artikelen. Maar kom binnenkort maar eens kijken, zou ik zeggen. De entree is gratis, want het is echt bedoeld voor de fans. Johan gaat verder, druk bezig om het oranje barretje af te maken waar mensen iets kunnen drinken. Geen alcohol, maar wel een kopje koffie. Alle infos te vinden op www.johanflemmix.nl.